Welkom bij Dynamite Magic Shop, hoe dat update nou mag. 107. De laatste update voor de zomervakantie. Overigens zijn we in de zomervakantie 2 weken gesloten. Die openingstijden kun je vinden op onze website. Op de contactpagina komen ze te zijn tijd op te staan. En de rest zijn wij gewoon normaal open. Dus voordat we dat vergeten, 2 weken zijn we dicht. Dus als je weer langskomen, check het even op de website dat je niet voor een dichte deur staat. En dan worden ook geen bestellingen verstuurd trouwens. Want we zijn gewoon echt dicht. Gesloten, we werken niet, klaar. Ja, zoals je hebt gezien op de website, als je regelmatig kijkt. Ja, hebben we natuurlijk weer een gigantisch aantal nieuwe dingetjes. Daar gaan we wat van laten zien. Eentje die we al jaren geleden ook hadden. Leon heeft het ook niet gezien. Die zei het helemaal niks. Die wist niet wat dit was. Daarom zei ik ook, verras me maar. Dat is ook een keer leuk. Ik heb hier een plankje. Er zit trouwens een voorspelling op. Zie je? Die ga ik niet verklappen wat dat is. Die zet ik even hier zo neer. Heel mooi in beeld. Ja. En ik heb een jumbo spel. Kaarten. Kan het ook met kleine kaarten? Ja, dat kan. Of met Phoenix Parler kaarten kan ook. In principe mag je de kaarten schudden. Je kan ook vragen aan de toeschouwer om de kaarten te schudden. Maar behalve dat het lastig is om grote kaarten te schudden. Maar dat mag ook. Kijk, zo zou zeggen, ik wil de kaarten ook schudden. Die gaat de kaarten door elkaar schudden. Even voor het idee, dan zal het zoiets worden. Waar het om gaat is dat de kaarten door elkaar gaan. Ja, ik wil ze toch even schudden nog. Mag wel, hè? Dat dus. Ja, tuurlijk. Zo, ik ben tevreden. Oké. Okay. Dan mag je zelf kaarten gaan afdelen en je mag zelf stoppen waar je wilt. Even je moet het 3 keer doen. Ja. Ja, je mag ook meerdere tegelijk pakken. Je moet het 3 keer stoppen. Dus je mag zelf weten waar, want dat je niet alle kaarten op dit opmaakt. Klaar. Oké, je bent nu gestopt. Welke kaart wil je hebben? Die of die? Deze. Deze kaart zetten wij hier neer. Dat mag nog een keer. 3 keer moet je het doen. Ik ga een keer wat meer pakken. Oh. Deze. Deze? Ja. Deze? Ja, ja. Dat erbij, dat we te bekijken verder. En nog 1 keer, hè? Nog 1 keer. Overigens zal ik vertellen, op dit moment is het dinsdag, dat we het opnemen. We nemen hem eerder op als normaal. Het is buiten nu gewoon echt hier in Limburg 37 graden. We liepen straks even naar buiten. Ik hou ervan, maar het is echt gewoon heet. Dus wij zitten hier nu in de airco die even uitstaat, dan hoor je de hele tijd. Die staat hier even uit. Hey, welke kaart ben je ook gestopt? Deze. Ja. Oké, okay, zet het er ook bij. Voor alle duidelijkheid, we hebben kaartspel. Heb laten zien. Ik heb geschud, jij hebt geschud en je hebt zelf 3 kaarten uitgekozen. Ja, ja. En op de achterkant staat een voorspelling. Ben je het eens, hè? Ja. Oké, okay, dat is het mooie. Pak je voorspelling zelf even af. Ja, mooi. Want die 3 kaarten die er staan, wat hebben we gekozen? We hebben een klaveren 6, een harte 3 en een schoppen vrouw. Zou je het briefje even open willen maken? Kijk wat erop staat. Kun je het allemaal zien? Voorspelling. Harte 3. Harte 3. Ja, zeker. Klaveren 6. Klaveren 6. Schoppen vrouw. Schoppen vrouw. Is dat leuk? Ja. Jumbo Mental. Ik zal het laten zien bij de kaarten. Jumbo Mental Cards heet het. Makkelijk te doen. Super makkelijk te doen. Jij weet nu ook hoe, hè? €55, helemaal compleet. Super degelijk gemaakt. Allemaal kunststof. Dus het gaat niet bekrast. De lak gaat er niet af. Ja. Plat mee te nemen. Wat er niet bij zit, is het kaartspel. Als je geen Jumbo kaartspel hebt, hoeft geen bicycle te zijn, willekeurig spel, kun je dat mee bestellen op de website. Volgens mij op mijn hoofd €13,95 of €14,95. Bicycle Jumbo spel, heb je een hele mooie set. Kan je het herhalen met een ander resultaat? Ja, je bepaalt zelf alles, dus je kan alles doen wat je zelf wil. Jumbo Mental Kaart. Ik breng ze even netjes op hier. Zo. Is beter. Er liggen toch veel spullen. Oké. Okay. Wil jij er een zakje zeggen? Ja, ik zou er wel eentje doen. Okay. Ik heb hier een voorspelling. Het is niet de voorspelling, maar die zit erin. Oké. Okay. Ik heb ook wat dobbelstenen. Ik zal er even een paar pakken. Kijk eens. Mag ik even mee gooien als je wil? Kijk. Zou jij 3 dobbelstenen willen pakken? Ja. Oh, een Nederlandse vlag, ja. Pak er ook 3. Dan leg ik er eentje neer. Pak jij erin neerhangen? En ik. Lekker? Ja.
René, zou je een getal willen noemen? Maak wel welk getal? Ja, tussen 1 en 6. Tussen 1 en 6. 4. 4. Zeker weten? Ja. Ik heb hier 6 dobbelstenen. 1, 2, 3, 4. Dan kom ik uit op rood. Rode dobbelsteen, ja. Ja, ben je het mee eens? Ja. Ja, zeker. Ik heb hier allerlei dobbelstenen, maar ik had een voorspelling gemaakt in de envelop. Of in de envelop, in het zakje. Mm-hmm. Zou je eens willen kijken wat de voorspelling is? Er zit in ieder geval duidelijk één iets in. Kijk eens, dat is een goed teken. Dat is een goed teken. Ja. Oké, okay. Grappig. Ja, en er zitten nog meer leuke dobbelsteen dingetjes bij. Even kijken. Zal ik deze even pakken. Ik had in de beschrijving gelezen dat je dan namelijk niet met een rode dobbelsteen moet doen. Dus ik pak even een blauwe, een groene en een gele. Ja. Dus ik heb hier een blauwe, een groene en een gele. Mm-hmm. Dat kan je niet doen met een rode dobbelsteen. Dus je moet zorgen dat je hier een rode dobbelsteen hebt. Ik zal hem even wegdoen trouwens. Ja, dan heb je daar weer een rode dobbelsteen. Dat is daar niet meer kans. Niet dus je moet een groene hebben bijvoorbeeld en een blauwe. Maar zorg wel dat je geen rode dobbelsteen hebt. Wacht even. Ik zal die rode even wegdoen. Een groene dobbelsteen, nou, zoals je weet, kun je niet doen met een rode. En dat zijn een aantal routines die worden uitgelegd. Er zijn er veel meer. Ik vond het heel mooi. Ik heb ze allemaal gezien. Maar in de tussentijd heb ik er zoveel gezien dat ik ze niet allemaal op kon noemen. Maar dat zijn echt, ik vind het mooie dingen die je erbij kunt. Dit zijn de dobbelstenen die je erbij krijgt. Dice baby. Ja, ja, je leert 10 zelfwerkende. Dus geen gekke hulpmiddelen, shells, wat ik allemaal toestanden. Ja. 10 trucs met dobbelstenen. Je krijgt er 10 dobbelstenen bij, speciaal gemaakt voor deze truc. Dus allemaal in leuke kleuren ook. Ja, en als je ze allemaal leert, heb je gewoon, als je een zakje dobbelstenen, dan zit er een mooi zakje bij in het zetten. Klopt. Hoe ben je met zo'n gele? Die hadden we net. Ja. Dan heb je een hartstikke leuke trucs met gewoon dobbelstenen. Dus je krijgt de 10 dobbelstenen zakje en een online video. Ja. Voor de prijs van €27,50 van John Kerry. Ik vind het een leuke set en meer van onze klanten vonden dat, want er zijn er al aardig wat weer uit. Ja, mooie prijs voor wat je krijgt ook. Ja. Ja, mee eens. Dice baby. Daar komt waarschijnlijk vandaan. Zo die hier gaan voortzetten. Dan, hoe zou ik dit gaan doen? Soms moet ik altijd mijn dingen op een ingewikkelde manier doen. Maar ik ga het gewoon doen. Ik heb hier een groot aantal symbolen. Zoals je ziet, ik kan ze allemaal even rondom elkaar staan. Ik had allemaal verschillende symbolen ook, zie je. Allemaal gekke tekentjes eigenlijk, zeg maar. Geen ESP, zijn allemaal totaal andere symbolen. Hmm. Het hele spel even door, dat je niet denkt dat er echt iets geks in zit of zo. Het idee is als volgt. Ik leg de kaart even zo neer. Je krijgt mij een doek erbij. Jij mag zo meteen. Ik zit hier voor lus aan. Oh, dat is een doek die ergens anders voor bestemd is, maar dat maakt niet uit. Nee, niks met het te maken. Je mag zo meteen een stapel afnemen. Ja. Want dan leg je de doek over de rest van de kaart heen. Ja. En dan bekijk je de onderste kaart. En die onthoud je. Ja, van het niet van het stapel. Nee, want hier leg je de doek overheen. Dus je kunt niet Oké, dus ik zal het even, ik zal je helpen nog. Ik draai me weg. Ja. Jij mag dus stapeltje afpakken. Ja, en dan doek dan leg je doek over de andere kaart op tafel, dat je niet kan zien wat daar ligt. Ja, ja, en dan. En dan kijk je de onderste kaart van het stapeltje in je hand. Kijk, dat even iedereen zien. Goed onthouden. Ja, en dan moet het stapeltje verbergen? Of? Ja, nee, schudden. Schudden, hoor. Dus ga wat je in je hand hebt, even schudden. Als je heel weinig kaarten hebt, ben je ook snel klaar met schudden. Als je, het zijn er volgens mij stukken 40, als je meer kaarten hebt, dan duurt het lang. Ik ga hem niet omdraaien, want je hebt nu toch geschud, dus je kaart zit daartussen. Ja. Oké. Okay. Ik weet niet eens hoeveel kaart je hebt. Wat ik jou ga vragen, ik pak even pen en papier erbij. Is het volgende. Je mag zo meteen die kaarten voor jezelf gaan bekijken. Dus pak je een kaart, kijk je, leg je neer. Blind neer. Je bekijkt voor jezelf, je legt hem blind neer. En alleen als je jouw eigen kaart ziet, dan denk je, dat was mijn kaart. Dan zeg je niet, nee, dit was hem. Want dan ja, maar stel, ik ben bij mijn kaart. Moet dan even goed naar allemaal kaarten. Ja, ik wil even vertellen. Dan denk je alleen, dit is mijn kaart. Maar als je je kaart dus ziet, zeg je niet, dit is hem. Je gaat gewoon pokerface gewoon door. Net alsof je of niks gebeurt. Ik zal niet eens meekijken. Ga even in de kaart maar door.
Klaar? Sorry. Klaar? Oké, jij bent klaar. Jouw symbool zat er nog bij. Hè? Sommige mensen zeggen, ja, er zit zeker niemand tussen. Jouw symbool zit erbij. Let op, dat ga je niet geloven. Hebben we nog een echte stift? Nee, hè? Dat was echt een blunder. Ik ga even een heel snel Sharpie pakken. Ik ga niet vals spelen. Heb je in winkels waar je dingen verkoopt die niet normaal zijn? En dingen die we niet, zo zie je dat we dingen niet repeteren, heel belangrijk. Echt Sharpie. Ik heb niks gespiekt of wat dan ook, ik kan niks weten verder. Je hebt de kaart onthouden, jij weet nog welke dat is? Ja. Oké, let op. We dachten, oh, we hebben Sharpie hier liggen, maar die Sharpie kunnen we helemaal niet gebruiken voor dit. Lijkt het al? Dat is de omtrek van jouw kaart. Oh, dank al. Ja. Dat zie ik erbij. Maar ik zie nog meer. Ik zie meer eigenlijk zoiets. Klopt dat? Dat heb je goed gezien, ja. Ja? Dus als je jouw kaart zou opzoeken hier... Oh, dat is zo snel. Is dat die? Ja. Oké. Okay. Dat was truc 1. Dan denk je, truc 1? Ja. Waarom? Berg even op. Komt er een truc 2 aan dus? Ja, komt een truc 2 aan. Dan denk je, waarom gaat hij nu iets geks doen? Wordt zo meteen duidelijk. Voorspelling. En wederom diezelfde symbooltjes, zie je. Zijn er wat minder deze keer, maar het zijn echt dezelfde symbooltjes. Daaromheen doen wij een elastiekje. Elastiekje. Elastiekjes vorige keer heb ik geknapt, dus ik heb even een knoopje gemaakt. Dat heeft niks met truc te maken weer. Jij mag zo meteen gewoon je vinger... Dus ik of ergens je vinger in het kaartspel wurmen en dan ergens optellen, dus gewoon ergens een kaart bekijken, oké? Okay? Ja. Tel het ergens op, kijk en onthoud de kaart even die je ziet. Ja. Heb je gedaan? Jazeker. Okay. Voor alle duidelijkheid, je had alles kunnen kiezen. Je had elk willekeurig symbool kunnen kiezen. Mm-hmm. De vraag is nu, wat heb jij zo net gekozen voor symbool? Een ster. Een ster. Je bent een ster, René. Ja, goed hè. Ja, nou, waarom laat ik dit nu zien? Dat zal ik even uitleggen. Wat je als laatste zag, dat, deze truc dus, dat is de truc Psy Mind. Nou, het Psy Mind Deck. En de Psy Mind Deck verkopen we misschien al 15 jaar. Het Psy Mind Deck van Vernet. De eerste truc die je zag, dat is de truc Symbol van Vernet. PsyMind kost normaal €20. Deze was 19 en is niet meer in de handel. Nou, ik vroeg me af, hè, waarom verkopen ze dat niet meer? Waarom halen ze zo'n truc uit de handel? Ik begreep helemaal niks van. Nou, totdat, 2 weken terug, de aankondiging kwam. Er komt op de markt de PsySet. Toen dacht ik, wacht eens even, klinkt bekend. En de PsySet, daar zit in het PsyMind deck en het Symbol deck. Maar dan... wat mooier gemaakt, wat deze zitten zijn mooi geseald, daarom heb ik even onze spellen gepakt, zie. Zelfde kaarten, zelfde idee. Wat strakker design, mooier doosje. Maar en je krijgt onderaan een instructie die we even vakkundig afdekken zometeen met iets. Waar het om gaat, dit is dus eigenlijk, dit zijn eigenlijk de trucspellen die vroeger al te koop waren. Weet je wat, we laten hem gewoon niet van boven zien, die doos, maar doen het even zo. Dan weet je waarom ik met mijn hand afdekte voor de codes niet te zien. Je krijgt dus de spellen die voorheen op de markt waren, krijg je nu samen met online video instructies met een heleboel routines met dit. Je krijgt nog meer ideeën dan wat hiermee gedaan is. En uiteraard kun je er zelf ook allerlei dingen mee fantaseren. Alleen deze truc al, is ook uitverkocht al lang, heb ik zoveel goochelaars mee verbaasd. Die dachten, hè? Maar hoe kun je dat weten? Want die legt een doek ergens overheen. Je weet niet, ik weet niet hoeveel kaarten er liggen. Ik weet niet welke kaarten hebben zelf ooit nog gekocht. Dat zou zomaar kunnen, maar het is een super sterke truc. Zit hier dus ja. In. Nou, voor deze geldt dus €44,95, de set. Maar als je zegt, goh, ik wil die met het elastiekje, wat een beetje lijkt op een tost oud deck idee, zeg maar. Kan ook. Je kan hem ook publiek ingooien, iemand vragen om te kijken. En dan weet je wat ze voorspeld hebben. Die hebben ook gewoon los nog. €20. Psy Mind Deck. Zoek hem even op de website. Dan krijg je dus deze uitvoering. Niet zoals de doosjes die hierin zitten, maar de truc is exact hetzelfde. Dus Psy Mind, €20. Psy Set, €44,95. Van Vernet, dus allemaal goed gemaakt, professioneel spul. Aanraders. Zo, en op de grond. Ja, ik heb ook wel liggen, René. Heb je ook wat liggen?
Ik heb hier een. Zo. Een goochelstok. Forse stok. Nou, wat kun je met deze goochelstok doen? Dat laat me raden. Geloven. Goochelen? Ja, maar je kunt ook toveren. Oh. We gaan nog een stapje verder dan wij hier in de winkel. Kijk, de mooiste is, je kan. Oh. Oh, ja. Kijk, daar is die. Wat? Oh, ik zal nog een keer doen. 1, 2, yep. Oh ja, de tweede keer moet je dat drie keer doen, zeg maar. Kijk, en dan hier. Hoppa. Hé? Dus je kan de doppen afhalen? Ja, je kunt de dop eraf halen. Oh, ja, zo. Je kunt hem ook weggooien als je wil, maar het is allemaal even netjes aan de kant brengen. En dan moet je gewoon 1, 2, 3. Oh ja, dus de derde keer dan doen 4. Dan moet je bij de 4, dan verschijnt hij weer. Ja. Maar je kunt hem ook eraf halen. Laten verdwijnen. Ik weet niet of René ergens een doekje heeft nog. Ja, heb ik ook. Goh, wat je er dan voor gebruikt hebben. Doekje. Over? Ja. Simsalabim. Simsalabim. Nou, het is niet te geloven. Kijk, ik moest het zo nog een keer doen. Kijk. Ja, doekje. Blijf maar bezig, hè, met die doekjes. Simsalabim. Oh ja, dus wacht, dat is de tweede keer. Dan moet ik het nog een keer doen. Zonder de beschrijving. Kijk, en dan. Helemaal je winkels. En dan is hij er weer. Een hele leuke truc. Zeker. Mooi gemaakt. Zeker, zeker, zeker. En voor iedere keer nog ook graag geschikt. Ja. En het leuke is ook, je kan hem in principe echt gewoon zo laten zien. Dus je ziet geen gekke dingen, geen mechanismes, geen toestanden. Het is gewoon een degelijke stok. Je hebt echt van. Dat de basis gewoon hout is volgens mij. Ja, mooi. Met instructies erbij op video. Ja, daar laten ze ook nog. We halen ze de uiteinde eraf. En dan veranderen in een witte doek. En dat soort dingen zit ook nog allemaal extra's bij. Witte doek zit er niet bij. Als je dat effect wil, moet je even een zijden doek 45 cm mee bestellen. 0131 is goed. Is het goed? En dan in wit. Dan kun je dat ook nog doen. Een extra stukje. Het is de Comedy Man van Lee Jamin. En die kost €49. Ja, en je hebt ook het grappige met het hele piepgedoe erin. Het is eigenlijk het ala wat er in het piepend zoutvaatje zit. Dus ja. Je kan het zelf gek worden van het geluid, dat je niet weet waar het vandaan komt. En dan, ik vind hem mooi. Ja. Echt? Ja. Ja. Beperkte voorraad, want we hadden er best veel, maar die gingen, toen ze op de site kwamen, meteen ging dat goed weg. We razen er even lekker doorheen. Ja, een hele oude truc. Wat ik hier neerleg is ook een serieus oud. Ik heb hier namelijk een klein kastje en een sigaret. En dat is eigenlijk als je wilt stoppen met roken, hè, dan doe je hier de sigaretten in. Zo, zie, past er precies in. En als je dan dit doet, zo, dan kun je de sigaret in 3 stukjes snijden. Ja, nu kun je namelijk niet meer oproken. Niemand gaat de moeite doen om die stompjes op te roken. En je kan die stukjes er ook los weer terug in plaatsen. Ja, dat is deze. Dat is deze. En deze, zie. Zo. Als je nou het dicht maakt, is die sigaret weer compleet. Heel. Nou, wat is dit? Dit is... een sigaret. De Zigzag Cigarette. Zigzag sigaret van Tenyo Magic. Hadden we... deze hebben we nog nooit op voorraad gehad, laat ik het zo zeggen. Maar bij deze hebben we die wel op voorraad. Goed gemaakt. Originele uitvoering. Japanse verpakking eromheen. Kost €16,95. Inclusief instructies. Gebruik je eigen sigaretten. Alhoewel, vraag me even af. Volgens mij gok dat hier ook wel een imitatiesigaret bij zit. Zo te zien. Ja, op de foto wel. Maar we hebben deze nog niet open gehad. Omdat ik zelf in mijn collectie nog zo'n zigzag sigaret had liggen. Dacht ik, nou, ga die verpakking openmaken. Zonde. Want mensen willen vaak een mooie gezielde verpakking. Dus de zigzag sigaret. €16,95. Mooi. Ja. Mooi, mooi, mooi. Gaan we toch met sigaretten bezig zijn. Heb je toevallig geld bij? Te groot? Dus iets te groot, ja. Een eurostuk of zo. 50 cent. 50 cent niet. Wel misschien... Nou, maakt me niet gek. Ik had toch zeker klein geld in mij. Ah. €2. Ja, dat kan ook. €2.
Ja. Hebben we niks afgesproken of zo? Ik ben jullie dood, maar we hebben niks afgesproken, nee. 2 euro. Let goed op. Dan hebben we hier een sigaret. 2 euro. Sigaretje. 1, 2, 3. En de sigaret gaat door de munt. Dat je kunt zien trouwens. Je zou nu zo'n aankastiek aan roken zelfs, hè? Heb ik als mensen zien doen. Dat kan echt. Maar ik rook niet. Ja, dat kan wel. Je mag niet roken om mijn werktijd. Nee, oké. Okay. Je bent er sowieso niet. Nee. Kijk of ze het ook van boven nog kunnen zien. Ja, hartstikke duidelijk. En als je wil, kun je ook stoppen met roken. En dan halen we gewoon de sigaret dat weer heel mooi draait. En voor jou 2 euro. En dit is de truc sigaret True Coin. Sigaret, ja. 2 euro weer. Sigaret of 2 euro minder in dit geval. Ja, we zouden graag willen laten zien. Nou, dat zouden we niet graag willen. We zouden graag willen laten zien hoe mooi dit gemaakt is. We verkopen dit echt al, nou ja, 20 jaar, lieg ik niet. Dat is niet waar. 19 jaar, er waren nog geen euro. Maar dit is echt vanaf het begin verkoop ik deze truc. 50 eurocent, halve dollar uitvoering, 2 euro. Ja. Dat wil zeggen, je moet een keuze maken waar je de truc mee wil doen. Dus als je zegt, ik wil de truc met 2 euro doen, moet je echt de 2 euro versie kopen. Je kan niet dan vervolgens zeggen, oh, maar als ik een 2 euro versie heb, kan ik dan ook met 50 cent? Nee. Dit noemen wij de dubbelzijdige versies. Dat betekent dat we de munt voor en na de truc aan beide zijden kunnen laten zien. Op de website zul je ook de enkelzijdige versies vinden. Die kun je voor en na de truc maar in één kant laten zien. Ja. Maar je doet er, als je de routine doet zoals je het doet, maakt het niet uit, want de toeschouwer, je leent de munt toch van de toeschouwer. Dat klinkt heel vaag als je niet weet waar we het over hebben. Maar het verschil is namelijk dat de dubbelzijdige versies hebben enigszins onderhoud nodig. Dus om de zoveel tijd, nou ja, het kan een jaar of 2 jaar zijn, moet je even 5 minuutjes prutsen om het weer maar bij te houden. Zo is het gewoon. En dat je normaal zou moeten olieën, zo moet je het hier ook even onderhoud doen. Mm-hmm. En dat hoeft bij de enkelzijdige versies niet, want het is een compleet ander systeem. Ja, dus afhankelijk van de versie heb je ook andere prijzen. Je hebt versies van 65 euro, versies van 39 euro, versies van 55 euro. Check ze allemaal. Sigaret door, ja. Munt. Door munt, ja, dan vind je het heel eind. Sigaret door. Artikel 2646. Ja, dus deze 2 euro. Maar dan als je sigaret door en dan op zoeken klikt, dat je alle versies automatisch te zien krijgt. Ja, ik vind het een tof ding. Ik heb vroeger ook, was een van mijn eerste trucs die ik ooit kocht, maar de Rijksdaler. Dat is iets langer geleden. Sterker nog, 1989 was dat. Rook je? Ja, maar dat moet, hè. Vanwege de truc, anders kijk je het niet. Ja, ik ging roken, ja. Ja. Sigaret door munt. Dan een boek wat veel mensen ook gevraagd hebben. We hebben het verleden ook veel verkocht. Het was er niet meer, maar het is weer terug. Hè? The Professional Horloge. Stitch Pick Pocket. Niet gemerkt. Nee. Dit gaat erover zakkenrollen. En dan heb ik niet over hoe je zakkenrollen op straat kan worden. Ja, dat zou misschien kunnen als je dit gelezen hebt, maar er is dit niet op gemaakt. Het gaat over Stitch Pick Pocket. Dus het houdt eigenlijk dat je een toneelact maakt waarbij je mensen op het podium gewoon rolt, zeggen ze dat, hè. En dan hebben we het niet alleen over de portemonnee, we hebben het over horloges, portemonnee, stropdas, overhemden, riemen. Dus alles wat je wel eens ooit hebt gezien, Google maar eens of je op BH's, YouTube. Kijk op YouTube. Nou. Daar heb ik wel ergens van gehoord. Ja, dat stond op de DVD's ooit. Ik denk als je gaat YouTube gaat zoeken naar Pickpocket Stage, dat je daar ook wel routines zult vinden. Ja, de broad trick staat erbij, dus dat zal wel de truc zijn waar je... er zit alles bij. Dus niet alleen maar de technieken wat je kunt doen, maar ook waar laat je de spullen die je rolt. Waar moet je rekening mee houden? Hoe zit je met de hoeken? Hoe ga je met het publiek om? Want in principe stel je voorwerpen van het publiek, je geeft ze wel terug. Maar hoe ga je ermee om dat je niet in elkaar geslagen wordt? Laat ik het zo zeggen. En alles wat je moet weten, staat hier in het boek van Ricky Dunn. Nogmaals, we hebben het vroeger veel verkocht. En we hebben nu weer een aantal exemplaren voorraden. Ik heb het niet meer zo groot gekocht. Het is vroeger omdat boeken niet meer zoveel verkopen. Maar het is alweer. Professional pickpocketing boeken kost 55
euro. En, wat zit erbij nog? Een dvd. Met daarin allerlei dingetjes. Ik denk, niet vergeet wat er exact op stond. Maar ik dacht dat daar ook nog allerlei voorbeelden op stonden en routines op stonden. En zijn act, dat je het ook kan zien. We have included a DVD containing Rekki's promotional video. Dus dan zie je zijn persoonlijkheid, wat hij deed, hoe het te werk ging. Dus dat staat op de DVD. Dus de DVD is meer een promo-DVD. Dus dat in principe leer je daar. Wat gaan we nou krijgen allemaal hier? Ja, is echt alleen. Ik moet nog oefenen, ik moet nog oefenen. Wat heb je denk gedaan? Oké, dat was dus het boek. We hebben er nu één minder. Genoeg over het boek. Zakrol is namelijk een interessant iets. Ik zie momenteel heel veel foto's op Facebook met horloges die gerold zijn. Blauwe ogen van mensen jij, die het boek niet hebben dan. Jij kunt het ook leren. ik heb hier nog twee. Ik zal hier eerst deze even laten zien. eigenlijk hoort het hier netjes in te zetten. Ik had het al uitgehaald. Zit er een envelopje. Doe ik even helemaal netjes. Zo, ik haal even uit. Envelopje. Want ik heb namelijk een voorspelling. Ik heb hier een domino steen, maar dat is een do-it-yourself domino steen. Een domino steen heeft nooit een leeg vakje, dus je hebt minimaal 1 hier en maximaal 6 aan één kant. Dus dit is ook niet echt natuurlijk. Dan mag jij zelf je eigen domino steen ontwerpen. Je kunt maken 6-1, je kan maken 5-2, je kunt maken 4-3, je kunt maken 3-4, je kan maken 2-5 en je kunt maken 6-1. Aan jou de keuze wat je gaat maken. We hebben niks afgesproken, hè? Goed idee? Nee. Okay. Gaat in gang. Ik ga er eens even over nadenken. Wat zou ik ervan maken? Ik zou hier denk ik... Je hoeft niks te schuiven. Als je zegt ik wil het zo laten, is jouw keuze, moet je zelf weten. Zeg er even bij, dat je niet dat je denkt dat dat geen keuze is. Ja, neemt hem zo in. Dat is jouw keuze, hè? Jazeker. Ik zei nog zo, in deze envelop zit een voorspelling. Let op. En die voorspelling is exact wat jij gekozen hebt, namelijk 4, ja, maar 3. Dat ken ik ook. Vier goochelen voor te zijn. Is ik flauw? Nee, jij had gekozen 4, 3. Een envelopje dat al heel op tafel lag. Heeft maar één sticker erop zitten. Die kan niet verplaatst worden, zie. En daar staat precies op 4, 3. Dus ik wist van tevoren al dat jij dit zou gaan kiezen. Dus dat is leeg verder, ja. Yep. Mooi. Domino Prediction. €12,50. Afgeleid van... Spot On. Van wat JB Magic ooit in de markt heb gehad. Het is zonder DVD, iets andere versie. Maar het idee is hetzelfde. €12,50. Domino Prediction. Gemakkelijk? Ja, super gemakkelijk. Meteen te herhalen. Ik berg dit nu weer op. En ik ben weer klaar voor de volgende vertoning. Te herhalen voor hetzelfde publiek zou kunnen, zou ik niet doen. Ja, voor de mensen ouder, hè? Ja, dat kan het. Dat kan het. Wat zei je trouwens? Nee. Nee. Ja, Domino Prediction. Jij eerst of ik eerst? Ik heb er nog één. Ik heb er ook nog één. Zal ik die eerst doen? Ja, vind ik prima. Spelkaarten? Eén spelkaarten. Origineel. 52 kaarten. Ja. Als het goed is. Ja. Ik ga er vanuit de nieuwe. Geen idee, ik heb het niet geteld. Het lijkt qua stapel een heel aantal. Ik zal het vertellen. Ja, 52. Gaat samen. René, zou je ergens stop willen zeggen? Stop. Hier, zeker weten. Ja. Zou je die kaart willen bekijken? Yes. Achterkoning. Ja, ik kan me vergissen, maar spiekt hij nou gewoon? Let op, achterkoning gaat in het midden van het spel. Sorry, ik knip de vingers. Sorry, dit. Hij ligt bovenop. Heb je toevallig een Sharpie? Zo'n stift aan je micro schrijven? Ja, zo eentje. Dank u. Let goed op. Sharpie. Gaat zo door de kaart. Ja.
Het hoort erbij, anders werd dat niet. Ik zal even laten zien trouwens. Ja. Ik kan hem ook even opzij schuiven. In principe zou je hem ook kunnen verplaatsen zo hier zo naar achter. Hè? Zo. En als je wil kan ik hem ook hier eruit halen. En dat is jouw kaart, René. De koning. Pot voor Dickie. Dat is mooi. Dat is mooi. Deze truc heet Quantum. Quantum van Theory 11. Ja. Ja, schitterend dingetje. We laten hem al een week of twee zien. Combinatie van de twee principes eigenlijk, laten we zo zeggen. Ja. Zeg de Sharpie to Card, maar dan anders. Ja. Mooi gemaakt. Dubbel. Plus nog de andere gimmick die je kunt gebruiken. Je kan, ik zeg erbij, je kan ook een stift door een bangbiljet prikken en eruit scheuren. En als je bangbiljet nog heel. Dus je hebt eigenlijk, hier heb je eigenlijk twee trucs in elkaar. Dus als je dat bekijkt, kijk, het kost €57,50 voor alles wat je nodig hebt. De speciale kaart. Je moet hem toevoegen aan je eigen Bicycle Pokerkaartspel in de kleur rood. Het is enkel in rood. Je krijgt een speciale stift. En online instructievideo heel duidelijk. Dus als je dat allemaal bij elkaar telt, vind ik het ook niet eens duur. Ja. Want volgens mij is de Sharpie to Card ook al €40 zoiets. Ja, zoiets. En als je dan heb je voor eigenlijk wel €17,50 heb je de andere gimmick erbij. Niet duur. Ja, ja. Maar voor de mensen die dit bestellen en alles uit de handen willen kunnen geven, zou ik artikel 1122 bijbestellen. Ja, extra zwarte Sharpie erbij. Ik wil niet te veel vertellen, maar ja. Ja, dat maakt niet uit. Maar in principe, je kunt er een extra bij bestellen. Dan kun je die desnoods je hele actor gebruiken om mensen dingen te laten signeren. En dan doe je daar op het eind, op laatste eerste truc mee, dat is minder verdacht. Het is mooi voor een Instagram filmpje, vind ik, en zo. Ja, het is super. Maar je kunt hem ook gewoon live doen ook. Ja, zeker. Zou ik ook zeker doen. Ja. Ja, mooi man. Quantum, Calamarelli, Theory 11. Zo'n verpakking ook altijd gewoon heel, heel mooi. Zie je dat er veel aandacht aan besteed wordt. Net ook in grote oplages gemaakt wordt. En hun beginnen niet aan grote oplagen als ze weten dat het niet goed is. Dat is, er wordt veel geld en tijd en energie ingestoken. Ja, tof dingetje. Quantum. Ja. €57,50 nogmaals. Maar dikke door de moeite waard. Yep. Oké. Okay. Twee munten. Een zilverkleurige munt en een koperkleurige munt. Ja, ze zijn niet van zilver en niet van koper. Dus ik noem het maar zilverkleurig en koperkleurig. Ik ga één van die munten uit mijn hand halen. In dit geval de zilverkleurige munt. Die leg ik weg. Echt weg. Wat blijft over? Die andere munt. Ja, dat is. Ik heb zilver. Koper. Dat klopt, maar ook nog de zilverkleurige munt. Omdat je dat weer gedaan. Ja, dat klopt. Maar dat maakt niet. Ik zal dan een keer doen, dan misschien is het makkelijker. We hebben zilver, we hebben koper. Ik haal er eentje weg. In dit geval de koperen munt haal ik weg. Dan opzij. Wat blijft er over? Zilver. Goed. Maar ook nog de koperen, zie je? Nog een keer. Dat twee munten hebben. Ik haal er eentje uit. In dit geval de zilveren. Wat blijft er over? Die is moeilijk, hè? Koper, toch? Koper. Maar als je gaat kijken, heb je opnieuw weer twee munten. Namelijk zilver en koper. Nou, de laatste keer is wat een beetje saai verhaal. De koperen munt halen we eruit. Wat blijft er over? De zilveren en de koperen. Oh. Helemaal niks meer. Dit is de Hopping Morgan. Ik dacht er door te hebben. Morgan. Hopping Morgan. Ja, leeg doosje. Maar het zit in een mooi doosje verpakt ook. Met online video instructies erbij. Mooie trief. Ja, je kan ook de andere. Kun je dat zien nu? Dat weet ik niet meer. Want, ongeveer waarschijnlijk wel. Je kan ook een routine mee. Het is tricky, want onze update gaat eigenlijk helemaal prima zonder fouten. Dus eigenlijk moeten we niks geks nu doen. Check even de video op de website. Gewoon zeker. Ja, dat is wel daar zie je ook nog een hele mooie soort tree fly routine waarbij je munten produceert, die verkleuren en verdwijnen weer. Ook fantastisch. Ja. Die leer je op de online Nederlandstalige video die wij erbij hebben gedaan. Hebben we zelf opgenomen ook. Ja. De uitleg dan. Dus als je het interessant vindt, Hopping Morgan, €49. En deze gaan hard. Serieus. Ja. That's it. We zijn doorheen. Ik zeg, it's a wrap, zoals ze wel eens zeggen. Ja, ik heb niks meer liggen hier. Dus wat dat betreft, zou ik zeggen, een fijne vakantie.
En tot de volgende. Ja, doe voorzichtig aan. Dat we na de vakantie weer allemaal samen terugkomen. Dat je weer updates kunt kijken. Goed insmeren met zonnebrand. Ja, zeker goed insmeren. Pas geniet van het mooie weer. Doe voorzichtig. En tot na de vakantie. Doei doei. Hoi, hoi.